Welkom bij het webinar Wijkbedrijven. Het eerste webinar onder de vlag van het NPLW, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Dit programma bouwt voort op het programma Aardgasvrije Wijken en het expertisecentrum Warmte. En het gaat vooral gemeenten ondersteunen bij hun regierol in het aardgasvrijmaken van alle woningen en andere gebouwen. Even voorstellen wie er bij mij aan tafel zit. Dat is Floor Koops van de gemeente Groningen. Christian Lochtenberg van WDW. Carla Onder de Linde van Transitiereizen. En later schuift aan tafel aan José van Linschoten van het wijkbedrijf Wijkenergie Werkt. U kunt uw vragen stellen die u hebt in de chat. En daarbij word ik ondersteund door Alex Mellema en Marijke Wobbe, mijn collega's. En die vragen die zullen wij in het webinar proberen te beantwoorden. Daar waarvan toepassing. Carla, jij hebt in opdracht een opdracht uitgevoerd naar de wijkbedrijven. Waarom zijn er wijkbedrijven? Hoe ontstaan ze? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de meerwaarde van wijkbedrijven? Ik zou jou willen vragen om even heel kort aan ons te vertellen waar het onderzoek toe geleid heeft. Ja, heb je ontdekt? Ja, nou ja, we hebben dus inderdaad ingezoomd op hoe komen wijkbedrijven tot stand? De rollen van gemeenten en andere stakeholders en wat de meerwaarde is. En eigenlijk zie je dat wijkbedrijven heel divers tot stand komen. En nog wel goed om even te vermelden, we hebben ook nog natuurlijk vooral gekeken naar wijkbedrijven in relatie tot de energietransitie binnen dit programma. Maar je ziet eigenlijk dat wijkbedrijven dus op een heel diverse manier tot stand komen, maar dat er wel een soort van rode draad is. Dat er eigenlijk altijd iemand opstaat die zegt van hey, we hebben hier een hele hoop werk en behoefte en vraag van bewoners. En we hebben allemaal handjes en dat moet verbonden worden. En daar zie je eigenlijk vaak het ontstaan. En dan zie je het wel zowel ontstaan vanuit bewonersinitiatieven, soms vanuit gemeenteinitiatieven en ook wel vanuit het bedrijfsleven. Sociale ondernemers die zeggen van die hetzelfde eigenlijk zien, maar vanuit diezelfde drive. Dus het zijn heel divers. Het soort wijkbedrijven is ook heel divers, ook in de energietransitie. Je ziet wijkbedrijven die, zoals de energiefixers, die zich vooral richten op kleine energiebesparende maatregelen. Je ziet hele integrale wijkbedrijven die echt een integrale positie in die wijk innemen. En je ziet ook gemeenten die meer op wijk werkbedrijven, die worden dan ook wel vaak wijkbedrijven genoemd. Dus het is een heel, heel divers palet. Als je dan kijkt naar de rol van de gemeente daarin, zie je eigenlijk ook wel een heel divers palet. Maar ook als je kijkt naar de behoeften van de wijkbedrijven en wat toch vaak het beste werkt, is dat het toegewerkt wordt naar een gelijkwaardig partnerschap. Dus dat is mooi. En wat wijkbedrijven vaak doen, is dus die behoeften, vragen in de wijk verbinden met de handjes in de wijk. En wat ik ook wel een belangrijke ontdekking eigenlijk vind, of dat we ook wel zien, is dat het mogelijk maakt dat mensen weer eigenaarschap nemen over hun eigen leven, werk en leefomgeving. En afhankelijk van dus de behoefte ontstaan er verschillende dingen. Nou, je ziet ook andere stakeholders, woningcorporaties die een rol pakken, ook vaak als partner of als opdrachtgever, maar ook meer commerciële bedrijven, aannemers. Nou, Christian is een voorbeeld daarvan. Maar ook lokale bedrijven die gaan kleine opdrachten soms geven aan die wijkbedrijven. Nou, dan even kort, wat levert het op? Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dat is dus ook heel verschillend afhankelijk van de fase waarin zo'n wijkbedrijf zit. Maar wat eigenlijk een hele belangrijke is, en dat zie je ook met dit plaatje, het komt zo meteen denk ik wel even voorbij. Dat wijkbedrijven eigenlijk een soort schakel vormen tussen de mensen in de wijk en commerciële bedrijven en de publieke voorzieningen, zeg maar. En eigenlijk het organiserend vermogen groter maken van de wijk. Hè. Dus je kan in je eentje kan je vaak best wel wat, maar sommige mensen ook weer wat minder. Maar als je dat samen met buren en familie, zeg maar de tweede cirkel van de blauwe schijf in deze netwerktaart, zeg maar, dan zie je al dat je veel meer samen kan. En daarna is er eigenlijk best wel een groot gat en dan moet je terecht bij commerciële bedrijven of terugvallen op de overheid, publieke voorzieningen. En wat die wijkbedrijven eigenlijk doen is daar een laag tussen zetten, soms in de vorm van klusbedrijven, energiecoöperaties, buurtwarmtenetten.
Dus eigenlijk ja, op een sociaal ondernemende manier weer eigenlijk die verbinding leggen, eigenlijk vooral die netwerken bouwen, omdat waarmee eigenlijk ook het totale organiserende vermogen, wat eigenlijk best wel laag is vaak, dat zie je ook in de energietransitie, er zijn te weinig handjes, weer omhoog kan helpen. Dat is ook best een nieuw soort werk eigenlijk, toch? Ja, en het, wat ik ook wel zie is het een soort van nieuwe waardering van werk. Hè? Dus wat je ziet, echt het werk met de handen, maar ook het waarderen van mensen die met hun handen werken, wordt door zo'n wijkbedrijf vaak veel groter. Ja, nou, hartstikke interessant. Hartstikke goed onderzoek ook. Het onderzoek is overigens ook te vinden op onze website. We zullen later de link ook nog in beeld brengen. Dus mensen die echt de ins en outs van het hele onderzoek willen lezen, die kunnen daar terecht. En dan wou ik jou hartstikke bedanken voor deze toelichting. En ja, we willen natuurlijk niet alleen over wijkbedrijven praten, maar we willen met name ook met wijkbedrijven praten. Dus ik zou eigenlijk wat dat betreft heel graag José van Linschoten aan tafel vragen. Want die is van het wijkbedrijf Wijk Energie Werkt in Rotterdam. En het lijkt mij goed om te horen wat zij zoal doet. Want wat is een wijkbedrijf eigenlijk? Hè? De term wordt even heel gemakkelijk gebruikt. En mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, hoe kom je ertoe om zoiets te beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Dankjewel. Nou, je zei het al, een wijkbedrijf kan van alles zijn. Bij ons is het een, of mijn bedrijf is een BV. We zijn een commerciële sociale onderneming. En ik ben dit bedrijf gestart omdat ik een vraag zag in de markt naar arbeidskrachten. Omdat ik mij boos maakte over een aantal zaken. Waaronder de groeiende kloof tussen mensen die het allemaal wel kunnen betalen en mensen die het allemaal niet kunnen betalen. Ja. En ik zag dat dat eigenlijk alleen maar versterkt werd door de manier waarover waarop we praten. We praten heel graag over mensen, maar niet zoveel met mensen waar het over gaat. Mm-hmm. En ik dacht, ja, waarom brengen we die twee niet bij elkaar? Hè? Dus waarom brengen we de mensen die op zoek zijn naar werk niet bij al dat werk wat we eigenlijk hebben in de energietransitie? Ja, en je hebt al best een heleboel mensen aan je wijkbedrijf verbonden. Als ik zo even op de foto kijk die we zo in beeld hebben of hadden. Ja, dit is ons huidige team. Maar we bewegen mee met de vraag van de markt. Dus op dit moment hebben wij dit team rondlopen omdat er de spukgelden zijn op de energiearmoedebestrijding. Dus we hebben mensen rondlopen die adviezen geven, die mensen bewust maken van het besparen op energie. Die de tochtstrips plakken, die de radiatorfolie aanbrengen. En tegelijkertijd heb ik mensen die zonnepanelen leggen en die vloerisolatie aanbrengen. Maar door de spukgelden hebben wij kunnen groeien. Dus deze mensen hebben wij nu in dienst. Ja, hartstikke mooi is dat. Want jullie werken ook wel eens in opdracht van de gemeente onder andere. En dan wou ik eigenlijk aan Floor vragen. Want Floor, jullie hebben ook gekeken in de gemeente Groningen. Zo van, wat voor initiatieven, wat voor wijkbedrijven hebben we in Groningen? Wat moeten we daarmee doen? Ja, dat klopt. In Groningen werken wij eigenlijk samen met zowel sociaal ondernemers als met initiatieven in de wijk. En een aantal van deze initiatieven die noemen zichzelf een wijkbedrijf. Maar we hebben ook andere initiatieven waarmee wij samenwerken. En wat mij betreft is die term niet zo belangrijk. Nee, is die voor jou wel belangrijk? Ja, wel voor wat ik probeer neer te zetten, ja. Dus ik begrijp heel goed dat er een verschil is tussen heel veel initiatieven. Maar ik word een klein beetje boos van als ik initiatief word genoemd. Oké. Waarom word je daar een klein beetje boos van? Eigenlijk? Nou ja, omdat ik risicodragend ondernemer ben. Ja. En ik gewoon een start-up ben die geld probeert binnen te halen door klussen te doen. Ja, en heb werklever. Je eigenlijk het gevoel dat de term initiatief voor je niet serieus genomen? Nou, is dat ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of we initiatieven niet serieus nemen. Maar ik probeer vooral de mensen die voor ons werken en die ik op de arbeidsmarkt probeer te brengen, die hebben misschien net even een duwtje nodig. En dat duwtje kunnen ze beter krijgen van een commercieel bedrijf, als je in de markt kijkt waar zij heen moeten, mm-hmm, dan dat ze dat krijgen van een initiatief. Ja. Ja. Maar daar zit dus ook duidelijk het verschil met de initiatieven die wij in Groningen, waar wij de impact van hebben onderzocht. Want dat zijn duidelijk initiatieven die vanuit wijkbewoners, vanuit een vraag vanuit de wijk zijn opgericht. Veelal samen met de gemeente en waar geen winstoogmerk zit. Dat zijn allemaal, eigenlijk zijn allemaal stichtingen. Ja.
Dus daar zit een duidelijk verschil tussen. Ja. Ja. Want jij bent geen stichting, toch? Wij zijn geen stichting, nee. Wij zijn een BV. Wij zijn een sociale onderneming, omdat de opbrengst die we binnenhalen, die wordt ook uitgedeeld aan de medewerkers. Mm-hmm. Overigens niet alles, dus ik word dan weer op mijn vingers getikt. Want dan zeg ik dat ik de winst uitdeel. En dat is dan boekhoudkundig niet helemaal zo. Nou goed, daar kunnen we het nog uitgebreid over hebben. Maar de opbrengst gaat voor een gedeelte naar de medewerkers, de mensen die het werk hebben uitgevoerd. Wat we ook doen is we proberen zo lokaal mogelijk in te kopen. Dus alles wat we doen, deze truien die komen als het goed is niet uit China. En niks tegen truien uit China, maar ik koop ze liever in de wijk waar wij werken om die wijkeconomie te stimuleren. Onze fietsen laten we maken bij de lokale fietsenmaker en dan niet lokaal als in ergens in Rotterdam, maar in de wijk waar wij werken. Dat is natuurlijk weer vaak iemand die we kennen. Ja. Dus zo proberen we die wijkeconomie te stimuleren. Ja, als je nou kijkt naar zo'n wijkbedrijf, hè, Christian. Jullie als commercieel bedrijf, zien jullie ook een rol voor dit soort wijkbedrijven? Of initiatieven, hoe je zo... Jazeker, ik ben alleen eerst benieuwd, José, van hoe werk jij samen met aannemers en installateurs? Wij zijn vaak de onderaannemer. Dus het hangt er een beetje vanaf wat voor klussen het zijn. We zijn de onderaannemer of we zijn de SROI-partner. Oké, maar dan ben je dus eigenlijk voor de aannemer van de wijk die de opdracht gescoord, ben je de invulling van de SROI-opgave? Ja, dat kan. Ja. Oké. Ja, want hoe zit dat in de ontwikkeling? Hè? Als je een commercieel bedrijf opzet, je begint een keer en dat ontwikkelt zich toch tot iets anders. Kun je dan een beetje een beeld schetsen van hoe de ontwikkeling van een bedrijf loopt? En dan zou ik van jou graag horen, José, van hoe komen jullie dat dan tegen? Ja, hoe we bij WDW's gaan, wij zaten op een gegeven moment midden in de verduurzaming van corporatiebezit. En dat draaide en dat ging steeds beter. En dan zie je steeds meer kansen in die markt en dan kun je groeien. En dan ga je nieuwe modellen voor maken. Dus je krijgt een comfort bij een bepaald marktsegment en dan moet je doorzien te groeien. Ja. En dat zijn de kansen die je ziet. En voor ons was dat de particuliere markt en omliggend vastgoed. En op een gegeven moment kwam daar de hele lijn vanuit de overheid bij. Hè? Vanuit de regionale energiestrategie, naar de warmte-transitievisies, naar de wijkuitvoeringsplannen. Dat we dachten, zouden we niet hele wijken kunnen gaan verduurzamen? En hoeveel potentieel zit daarin? Ja. En dat is een beetje hoe je als marktbedrijf groeit, door eerst te doen wat je kunt en dan ga je kijken welke kansen er liggen. Ja, dat is dan... Want hoe loopt dat bij een wijkbedrijf, zo'n traject? Ja, ik kan niet helemaal spreken voor alle wijkbedrijven uiteraard. Nee, je kan alleen maar voor jezelf spreken, dat ja, snap precies. Ik. Ja, precies. Het is bij ons wel iets anders gegaan, want ik ben namelijk geen ondernemer. Dus ik ben er niet in... Ja, nu wel, officieel. Maar ik ben er niet ingestapt om als ondernemer hier geld mee te verdienen. Ik ben er ingestapt omdat ik een... aan de ene kant een behoefte zag en aan de andere kant mezelf boos maakte over de rechtvaardigheid waarmee de energietransitie wordt uitgerold. En vervolgens werd ik ondernemer en maak ik wel enigszins dezelfde stappen door. Maar doordat wij zo'n sociaal bedrijf zijn, maak ik niet altijd de meest zakelijke keuze voor het bedrijf. Nee. En dat wringt. Dat is lastig. Ja, want waar loop je dan bijvoorbeeld tegenaan? Nou, dat ik mensen in dienst heb die... die normaal gesproken bij een echte commerciële organisatie allang verdwenen zouden zijn. En ik geef ze de gelegenheid om daaraan te werken. Dus als iemand niet op tijd komt en die doet dat 3-4 keer bij een commerciële organisatie, dan wordt er toch wel een stevig gesprek met hem gevoerd. Dat doen wij ook, maar zijn contract staat nooit onder druk. Nee. Dus wij bieden plekken voor mensen. Je zou kunnen zeggen dat de uitvoering of de productie niet altijd optimaal is, omdat het mensen zijn, niet iedereen overigens, maar omdat het soms mensen zijn die even die opstap nodig hebben. Ja, en dat maakt dat wij geen... Ja, we zijn wel een commercieel bedrijf, maar we moeten dus ook opereren in een systeem wat het heel moeilijk maakt. En José, hoe werk jij hierin samen met de gemeente? De gemeente heeft ons een opstartsubsidie verleend toen we net gingen beginnen. Vrij intensief gesproken, nog een keer gesproken en nog een keer gesproken. En uiteindelijk is het gelukt om daar een opdracht van voor los te krijgen, zeg maar. Maar ons grote issue is dat daar geen continuïteit in zit. Dus de gemeente is een van onze opdrachtgevers, samen met energiecoöperaties, samen met hier en daar een keer een particulier. Maar er zit geen continuïteit in die opdrachten. Nee. Ja. Als je dat zo hoort, hè, Floor, want je stelt zelf de vraag aan José. Heb je dan ook al een beeld van hoe jullie als gemeente Groningen dit soort organisaties zouden kunnen of willen ondersteunen? Of mogelijk al ondersteunen? Nou, kijk, wat wij hebben gedaan in Groningen is, wij hebben de impact van een aantal initiatieven hebben wij gemeten. En daar zeg ik van tevoren even bij, dat daar zitten we eigenlijk nog midden in die afrondende fase. Dus we kunnen daar ook nog niet alles over delen.
natuurlijk zijn er wel ideeën bij hoe wij met dit soort initiatieven willen blijven samenwerken. Vooral die continuering in de financiering. We zien dat dat vaak een groot probleem is. Nou, dat geef jij zelf ook aan. Ja. Jij hebt de gemeente als opdrachtgever. In Groningen zijn we als gemeente vooral subsidieverstrekker. Dat is ook wel weer een andere rol. Dus elk jaar kijken we weer opnieuw naar de subsidies die daarvoor worden uitgegeven. Ja. En we zijn nu aan de hand van dit onderzoek en de uitkomsten waarmee wij die impact aantonen, waarin wij zien dat die wijkbedrijven belangrijk zijn voor die leefbaarheid in de wijk, zijn wij nu aan het kijken welke rollen wij als gemeente moeten gaan innemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een van opdrachtgeverschap of in elk geval om die financiering te continueren. Ja, welke stappen we daarin moeten zetten. En wat ik dan wel interessant vind is, als je het hebt over de rol als opdrachtgever, in principe dienen wij meerdere doelen die een gemeente nastreeft. Dus het aan het werk helpen van mensen en tegelijkertijd het leggen van zonnepanelen of het verduurzamen van zo'n wijk. Nu komen onze opdrachten van de afdeling duurzaamheid, als ze er zijn. Zie jij ook een rol voor de afdeling werk en inkomen? Kijk, dat er sprake is van integraliteit, dat is ons ook wel duidelijk geworden. Maar dat we in de financiering ook die ruimte hebben om integraal te financieren, dat is wel een ander verhaal. Ja. En zien we ook dat per initiatief erg verschillend is aan wat voor doelen zij werken. Dat zijn veelal wel doelen die wij ook binnen onze reguliere beleidsprogramma's hebben weggezet bij een aantal gecontracteerde partners. En hoe we dat... hoe we die financiële stroom en dat opdrachtgeverschap op een goede manier integraal kunnen gaan verstrekken. Daar hebben we nog niet het antwoord op. Ja. Als je daarnaar kijkt, kijk ik ook even naar jou, Christian. Want grotere opdrachten vanuit een overheid, daar zit vaak een stuk SROI in. Hè? Return on investment. Social return on investment. Hoe gaan jullie daar als bedrijf mee om? En kun je dan in dat kader ook iets betekenen voor bijvoorbeeld wijkbedrijven? Ja, ik zit daarover na te denken toen jij het vertelde. Hè. Er zit, je moet een soort match zien te maken, hè, een soort win-win kunt maken. En wat wij veel tegenkomen, dat we in de werkzaamheden die we regulier in de verduurzaming of renovatie moeten uitvoeren, dat er ook al veel werk in zit waar je jouw mensen chargerend voor zou kunnen gebruiken, waar je samen afspraken over zou kunnen maken om het proces gewoon vloeiender en leuker te laten verlopen. Hè. Bekende voorbeelden zijn het binnendaks isoleren, waarbij dan heel veel zolders tegenkomt die nog moeten worden opgeruimd. Dat zit niet in ons pakket. Het is een beetje een grijs gebied. Zo zijn er heel veel werkzaamheden waar je afspraken over zou kunnen maken om het proces leuker te kunnen laten verlopen en dat je ook niet concurrerend bent, maar congruent bent. Dus dat je elkaar kunt aanvullen erin. Ja. Dat doen we nou vaak door middel van een soort menukaartensysteem, hè, waarin je dan mensen bepaalde diensten bij ons kunt laten afnemen. Dat zou heel interessant eigenlijk zijn om met dat soort sociale werkbedrijven afspraken over te maken. Ja, want ik kan me ook voorstellen... Ik wou reageren. Ja, dat zijn niet de klussen die wij zouden willen doen. Nee. Dus wat ik probeer te doen is mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Ja. En dan is een zolder opruimen wat mij betreft niet een klus die dat voor elkaar gaat krijgen. Nee, maar 100 zolders opruimen? Ook niet. Nee? Okay. Nee, want ik zou met jou in gesprek gaan. Wat voor mensen heb jij nodig? Wat voor vacatures heb jij nu uitstaan? Wat voor? Want in principe, kijk, het opruimen van een zolder is niet energietransitie gerelateerd werk. Dat is werk wat jij en ik allebei kunnen. Het gaat er vooral om, dus ik noem dat dan altijd stoepjesvegers. Wij worden geen stoepjesvegers. Ondanks dat die heel belangrijk zijn, is dat niet het doel wat ik nastreef. Wat ik probeer te doen is mensen om de job iets te leren, waardoor ze voor jou interessant worden als arbeidskracht. En je dus als bedrijf kan zeggen, hey, die vind ik eigenlijk wel goed. Die heeft de juiste werkmores, die heeft de juiste skills. Die neem ik in mijn team op. Dat is zou het dan een groeimodel kunnen zijn, dat je van A naar B gaat? Ja, tuurlijk kan dat. Ja, dat want kan. In de praktijk is het natuurlijk zo dat wij mensen vanuit SOE vaak inhuren van plaatselijke werkbedrijven. Ja. Daar ontstaat een klik, hè? Ontstaat een gevoel van, hey, hier kunnen we wat mee, hier worden we blij van en we kunnen ze in dienst nemen. Ja. Dat is niet in één keer, dus dat is een proces. Als ik dan kijk, Christian, is dat een eerste contact wat je met iemand hebt en te zien van, dat je ziet van, nou, hier hebben we iemand, die kunnen we verder laten groeien. Zo zou het kunnen zijn. Dat jullie het zo gebruiken. Want ik kan me ook voorstellen, jullie hebben een heel duidelijk doel, hè, als wijkenergie werkt. Ik kan me ook voorstellen dat er initiatieven of wijkbedrijven zijn die mogelijk wel 100 zolders op willen ruimen. Ja, precies. Of, ja. Nou ja, en dan zit het gewin voor een gemeente er niet per se altijd in om die mensen aan het werk te hebben.
al wel omdat je bij die mensen, bij bepaalde mensen thuiskomt waar je problemen signaleert. Mm-hmm. En wij zien dat de wijkbedrijven een bepaalde groep mensen bereiken die wij als gemeente zijnde ook met onze gecontracteerde partners niet bereiken. En dan gaat het niet eens altijd om het aan het werk zetten weer van die mensen, mm-hmm. als wel om ze uit de sociale weer meer te laten meedoen, uit sociaal isolement te halen, dat daar problematiek heerst, dat er sprake is van armoede, dat daar kinderen zijn die hulp nodig hebben, hulp die ze niet altijd goed weten te vinden. Dus we zien daar als gemeente zijnde wel duidelijk dat daar een heel erg voordeel kan zijn. Ook samen met partijen die bij die mensen achter de voordeur komen om bijvoorbeeld een woning te verduurzamen. Om daarin goed samen te werken, om te kijken wat er speelt in zo'n wijk. Ja, ze hebben daar in Botu een hele mooie aanpak voor, zo'n sociale aanpak. Botu even, dat is een wijk in Rotterdam. Ja, Bospotten tussen dijken waar wij ook gevestigd zijn. En daar hebben ze in de Gijzingflats een hele mooie sociale aanpak, waarbij dat inderdaad heel, heel goed wordt ingezet en waarbij mensen uit de wijk zelf dus aanbellen bij elkaar om zeg maar dat eerste gesprek te voeren. Ik merk ook dat dus het is niet alleen dat welzijnstukje, dat sociale stukje, maar het is ook het energietransitiestukje. Mijn mensen komen bij mensen thuis waar de thermostaat gewoon serieus op 25 graden staat of op 28 graden staat, waarbij mensen geen idee hebben dat iets met een rekening te maken heeft. Ik heb een keer een verhaal gehoord van iemand die kwam ergens thuis. Daar stond inderdaad de thermostaat op 28. En er liep een kindje rond in zijn ondergoed. En toen zeiden ze, ja, dit is wel een beetje te warm. Dat zou je niet moeten doen. Ja, maar anders krijgt hij het koud. Misschien moet je hem een trui aantrekken. Daar kunnen we natuurlijk heel laatdunkend over doen. Maar die mensen, die worden vaak niet bereikt door de gebaande paden, zeg maar. Klopt. En door de gemeente of door de Eneco's of door de... Sorry dat ik namen noem, misschien mag dat niet. Ik weet niet of we zo'n reclame... Als kunnen we er nog een paar andere noemen. Ja, precies. Anders gaan we zo naar de Vattenfall. Ja, precies. Kijk, daar hebben we het al. Maar de woningcorporaties, die komen daar ook vaak niet eens binnen. Ondanks dat je denkt, ja, maar dat zijn hun eigen woningen. Die kloppen aan, maar die worden ook niet binnengelaten. En ik heb mensen in dienst die juist die doelgroep aanspreken, die juist daar binnenkomen en die juist daar die gesprekken kunnen voeren. En ik denk dat die signaleringsfunctie, wat wij in de renovatieprojecten voor de corporaties doen, de laatste 10 jaar echt hebben gemerkt, is dat de hoeveelheid, het belang van de signaleringsfunctie neemt steeds meer toe. De inkomensverschillen nemen steeds meer toe, dus we kunnen steeds meer sociale problematiek achter die voordeur komen tegen. En dat is voor onze mensen die het moeten doen ook wel eens gewoon pittiger. De dingen die je ziet en van dichtbij meemaakt. Maar vooral teruggeven aan de corporatie, naar structuren voor bouwen. Dat er ook wel aan wordt gedaan. Is bijna een onderdeel van ons werk geworden. Ja. Dus als we een renovatieproject doen, dan nemen we dat concreet mee. En we moeten ook tijd borgen in het proces om dat te kunnen teruggeven. Wat we bij opnames tegenkomen, wat we tijdens het proces tegenkomen. Kijk, het leggen van zo'n goede structuur in een wijk. Is ook uit ons onderzoek gekomen dat dat heel erg belangrijk is. Een goede samenwerkingsstructuur opzetten, waarbij je als gemeente zijnde, maar ook als initiatieven van elkaar weet wie er allemaal gevestigd zitten in zo'n wijk. Of dat aanbod aansluit op de vraag van zo'n wijk, of dat er nog iets nieuws nodig is. Zodat je daarin ook weer nieuwe initiatieven ruimte kunt geven. Maar reeds bestaande initiatieven ook niet overslaat op het moment dat een nieuw initiatief zich aandient. Dus het opzetten van zo'n structuur, dat is heel belangrijk om daar goed aandacht aan te besteden in zo'n wijk. Ja. Wat ik daar de gemeentes wel in mee zou willen geven, op een positieve manier, is dat wij merken de wijken waar we bezig zijn. Er zijn 6 wijken in Nederland, mogen we het uitproberen en testen en bekijken. Is dat het wijkbedrijf, ook even de energiecoöperatie en alle initiatieven even meenemen. En waar wij mee te maken krijgen, ze zijn niet heel stabiel. Ze zijn afhankelijk van subsidie, ze zijn afhankelijk van vrijwillige inzet. Dus ze komen en ze gaan. En als je zo'n sociale structuur bouwt, is de stabiliteit van cruciaal belang. Ja, hoe zou je dat kunnen stabiliseren? Heb jij daar een idee over, José? Wie heb je als opdrachtgever allemaal? Ja, je hebt net al alles. Ja, dus ik ben heel bewust, heb ik mij niet gericht op 1 opdrachtgever en ook niet op het verkrijgen van subsidies, omdat je dan steeds weer afhankelijk bent, wat ik wilde, want dat had ik geleerd als je ondernemer bent. Dan werd je niet op 1 paard en dan ga je gewoon meerdere opdrachten zoeken en ook meerdere opdrachtgevers zoeken. Ja. Ik wil liever niet werken, ik wil wel graag werken voor particulieren, maar ik merk dat ook ingewikkeld is, omdat ik mensen heb die die ook wel eens fouten maken, die ook wel eens te laat komen, die misschien niet helemaal de taal spreken. En bij particulieren heb ik er gewoon zeg maar 100 nodig
om mijn geld binnen te halen. Dat zal jij ook kennen. En als ik één woningcorporatie en ik mag een hele flat doen, dan ben ik wat langer bezig. En dan is het allemaal wat minder spannend en minder afhankelijk. Ja, ik zie hier ook een vraag die hiermee te maken heeft. Van hoe krijg je nu een gemeente zover dat ze niet een klus op de markt zo goedkoop mogelijk wegzetten, maar een wijkbedrijf voorrang geven, omdat het ook meer maatschappelijke doelen heeft? Kun je daar dat is een vraag aan de gemeente. Ja. Hoe krijg je de gemeente zover? Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat iets wat je als gemeente zou doen? Ik denk dat dat ook iets is wat je als gemeente zijnde ook zou willen doen. Ik weet dat we als gemeente Groningen daar ook veel belang aan hechten om samen te werken met deze initiatieven. Mm-hmm. Maar we hebben nog niet het gouden wiel uitgevonden over hoe we dat doen. Omdat we daarin ook met contractpartners die soortgelijke opgaves hebben samenwerken. Omdat we daarin met bepaalde monitoringsverplichtingen zitten. Dus ja, daar zitten we echt nog wel middenin om uit te zoeken hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Ik denk dat we niemand per se voorrang moeten geven. Ik denk dat we vooral moeten kijken wie heeft de beste oplossing voor deze wijk. Ja. En wie draagt het beste bij. Op al die vlakken en dan niet alleen op verduurzaming, maar wellicht ook op het gebied van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk en minder armoede en daar een ander afwegingskader voor te maken. Ja. Ja. Noem je meteen ook weer het woord leefbaarheid. Wil je dat even toelichten? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, nou, leefbaarheid in de wijk, daar versta ik eigenlijk onder dat het een prettige wijk is om in samen te werken, samen te leven. Dat er voldoende groen is, voldoende aanbod is van eigenlijk van initiatieven, van sportclubs. Maar ook dat mensen het fijn vinden om daar te wonen. En er zijn bepaalde wijken, ook in Groningen, waar mensen het minder plezierig vinden om te wonen. En die leefbaarheid in die wijk, die willen we graag omhoog brengen. Ja, ik zag dat je net wilde reageren, Christian. Nou ja, wat ander antwoord dan jij gaf. Maar wat je veel ziet, dat gemeentes willen best wel samenwerken met sociale initiatieven. Of daar energie aan besteden, of zelfs voor opdracht aan gunnen. Maar dat inkoopbeleid van de gemeente heel bepalend is en ook beperkend is. Dat je er maar beperkt mogelijkheden hebt. Heel praktisch zie je nu op dit moment veel de volkshuisvestingsgelden vrijkomen, hè, in verschillende gemeentes die daar grote aanpakken mee willen organiseren. Maar het heel moeilijk vinden en ook niet kunnen om de stap naar de marktpartij te maken. Dus dat we moeten nadenken in hoeverre wet- en regelgeving de opgave gewoon belemmerd werkt. Belemmerd. Ja, welke wet- en regelgeving bedoel je dan in dit geval? Met name het inkoopbeleid van de gemeente dat erg rigide is, waardoor ze dus... Ja, vaak met particulieren, dat ze grote gelden hebben aangevraagd, dat particulieren, die mag dan aanvragen, hè, die mag dan maatregelen, kan ze dan betalen, waarvan 3 energielabelstappen mee moeten worden gemaakt. Dan moeten wel marktpartijen zijn die dat kunnen aanbieden. Ja. Maar die marktpartijen benaderen en articuleren, ja, dat ligt heel gevoelig, want dat mag een gemeente weer niet 1-op-1, dan moet het openbaar doen, moest iedereen weer vragen. Ja. Dus met name het inkoopbeleid van de gemeente is moeilijk. Inkoop- en aanbestedingsbeleid, ja, aanbestedingsbeleid. Is daar wel lastig. Loop jij daar ook tegenaan, José? Ja. Ja, als je kijkt naar hoe bij de gemeente Rotterdam ze de spukgelden voor de energiearmoede hebben ingezet. Hè. Dus ze wilden dan energieklussers langsturen bij mensen die dreigen in energiearmoede te zitten of daar al in zitten. Daar hebben ze een open house constructie voor in het leven geroepen. Wat op zich een prachtig instrument is, maar wat ze daarmee gedaan hebben is er is een bepaald budget en iedereen die aan de voorwaarden voldoet mag daarop inschrijven. Dat betekent dat ik concurreer met commerciële partijen die landelijk werken. En wij zijn een heel lokaal bedrijfje. Nou, ik heb daar meteen vanaf het begin, hè, dit, en ik, echt de mensen die dit nu bedacht hebben, alle eer. Want die hebben ontzettend hun best gedaan om iets in het leven te roepen waarbinnen ze ook ons de opdracht konden geven. Dus hen treft geen blaam. Maar wat je wel ziet is dat wij mogen dan een hoger tarief rekenen, omdat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Dat betekent dat we de pot eerder leegtrekken. Want ons naar een huis sturen is duurder dan een van die commerciële partijen naar een huis sturen. Termijn, ja. Dat is natuurlijk voor, dat is in het begin is dat een beetje wrijving van hé ja. Maar vervolgens is het ook, het blijft een rekensom. Dus het blijft, ga maar eens uitleggen dat wij 5 huizen kunnen doen en een ander er misschien 20 doet in diezelfde tijd. Ja. Ga dat maar eens uitleggen en dan moet ik maar steeds weer vertellen. Ja, maar wat ik doe is mensen die mogelijk in energiearmoede zitten,
een baan geven en een inkomen en ze daarmee uit de armoede helpen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Ja, want wordt dat verdisconteerd in die prijs, zeg maar? Ja, dus ik krijg een hogere prijs. Ja, maar ik bedoel, kijk, in de gemeentelijke begroting, zeg maar. Mis je daardoor de opdracht? Want de kans is groot. Ik heb dus nu wel de opdracht gekregen, maar ik voorzie dat dit een heel lastig gesprek gaat zijn op het gemeentehuis in Rotterdam. Van ja, oh, wacht even, die partij die kan het doen, maar dan doen we er maar zoveel. En die partij kunnen het ook doen en dan doen we er veel meer. En wat draagt de directie werk en participatie dan bijvoorbeeld bij aan deze klus? Omdat jij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer meehelpt? Voor zover ik weet niet, nee. Dit wordt betaald uit de energiearmoedegelden die vrijgekomen zijn. Ja. Dus voor zover, maar dat, goed, dat weet ik niet. Dus, ja, want dat is ook een punt wat je daar straks al aansneed. Hè? Want de meeste opdrachten, misschien is dat in Groningen ook zo, dus dat wil ik eigenlijk graag even weten, komen uit de duurzaamheidshoek. Ja, precies. Terwijl in dit soort initiatieven, zoals José die ook heeft, ook juist de sociale sector een belangrijke winst te halen heeft. Ja. Nou, in Groningen komen ze niet per se uit de duurzaamheidshoek, want de initiatieven waarmee wij samenwerken, die richten zich wel voor een deel op duurzaamheid, maar dat is niet per se het hoofddoel. Dus het geld komt niet alleen maar daar vandaan. Dus we zijn ook wel aan het kijken hoe je dit soort problemen, dus waar jij dan tegenaan loopt, ook kunt ondervangen door dat meer integraler te gaan financieren. Dus dat vanuit allerlei budgetten waaraan een bijdrage wordt geleverd, wordt bijgedragen aan zo'n oplossing. Zodat je er niet tegenaan loopt dat die pot eerder leeg is of jou die opdracht niet wordt gegund. Ja. Maar dat daar gezamenlijk aan wordt bijgedragen. Maar dat is lastig. Ook inzichtelijk? Ja, wij hebben met ons onderzoek nu inzichtelijk kunnen maken aan uit welke brondomeinen een bijdrage wordt geleverd door deze initiatieven. Dat hebben we ook op geld kunnen zetten. We hebben daar ook een multiplier op kunnen zetten waarin we zien van nou, elke euro die we erin stoppen, die levert zoveel op. We zien dat allemaal gunstig is. Maar we hebben nog niet de oplossing voor het integraal financieren. En daar zijn we natuurlijk nu wel over aan het nadenken, nu we dit zien. Want we zien dat ze eigenlijk op alle brondomeinen in het sociaal domein, daar leveren ze een bijdrage aan. Ja, want hoe doen ze dat in Rotterdam? Wordt daar ook op die manier gekeken? Of breng jij het zelf in beeld misschien? Van nou, ik heb 5 mensen heb ik uit de bijstand gehaald. Dat heeft de gemeente zoveel opgeleverd. En koppel je dat terug of zo? Nee, dat zou ik wel kunnen doen, maar daarvoor zijn de opdrachten te kortlopend. Dus ik haal inderdaad, ik heb dan nu 15 mensen in dienst, maar die hebben allemaal tijdelijke contracten, want het geld raakt op. Dus ik heb die mensen 9 maanden bij me en dan moet ik eerst heel erg hard werken om ze het werk te laten doen. Mm-hmm. Vervolgens moet ik dat draaiend houden. En vervolgens moet ik heel erg hard werken om ze uit te plaatsen, want ze moeten weer weg, want ze moeten naar een andere werkgever, want ik heb straks geen werk meer. Ja, het contract loopt af. Ja. Ja, en los van dat het contract afloopt, loopt dus ook mijn opdracht af, omdat het budget gewoon op is. Mm-hmm. Dan ben ik natuurlijk nu al heel lang bezig om een vervolgopdracht, maar daar heb ik niet zomaar ineens 15 mensen op aan het werk. Dus nee. Ik heb daar niet die rekensommen. Ik wil ze graag maken, maar ik heb daar niet de tijd voor. Nee, en we komen juist wel handen tekort, toch? Ja. Ook Christian, ik weet niet. Ik vind het heel mooi. Hè? Dus wij krijgen natuurlijk, als we aan tennis meedoen, altijd een soort SOI-percentage, moet een verhaal bijhouden. Dan gaat het toch vaak om intrinsieke motivatie. Hè? Want uiteindelijk moet je ook winst maken op een project. Daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dus dat kan elkaar bijten en dan moet je heel goed in de gaten houden. En juist het gesprek over voeren. Dan gaat het nogmaals om intrinsieke motivatie van mensen waarmee je werkt om het goede te doen. En dan gaat het om de soort projectleider wat je erop zet, een soort werkvoorbereider wat je erop zet, hoe je het systeem bouwt, waar je het met elkaar gaat doen. Ik denk, in de wijken waar we bezig zijn, als het op de manier zou zijn belegd waarop jij nu je bedrijf doet, zou ik er heel blij van worden. Dan heb je een professionele gesprekspartner waarmee je samen invulling kan geven aan opgaven. En misschien er meer kan uithalen als nu iedere keer maar het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Dus dat zou ik mooi vinden. En ook samen afspraken over die lange termijn maken. Want ik zie namens een groot bedrijf, nou, daar werkt dan 2.500 man. Dus die hebben veel meer stabiliteit in de orderportefeuille. Ja, we weten hoe we dat moeten bereiken. En als jong bedrijf moet je dat nog maar zien te bereiken. Ja. Nou, daar kun je afspraken over maken. Ja, daar kun je samen stap in maken. Zou je misschien ook een soort, schiet mij zomaar te binnen, maar zou je een soort van buddy systeem op kunnen zetten op die manier? Ja, gebeurt ook al wel. Ja. Hè? Je hebt natuurlijk de leerling werkplaatsen, dat is een heel systeem daarachter. Maar ook mensen die
ja, oudere uitvoerders die wat meer levenservaring hebben, die schakel je aan zulke mensen en die laat je zulke mensen mee meenemen. Maar zou dat ook, tussen bijvoorbeeld WDW en een wijkenergie werkt kunnen kan. Doen? We hebben dat met Dave de Werk, met Connected was dat destijds, hebben we dat echt onderzocht en ook heel veel gedaan. Mm-hmm. En te kijken welke systemen er zijn en wat je samen kunt doen. Daar kwam het goede model ook vandaan. Samen een menukaart gemaakt van werkzaamheden en mensen in zo'n proces te laten participeren en te kijken of het draait. Ja. En dan volgens te kunnen overnemen. Maar het was een groot bedrijf. Dat was heeft de werk, daar werd gewoon 1500 man. Met afstand tot de arbeidsmarkt. En die hadden gewoon een soort kaartenbakken waar mensen uit de wijk konden halen. Het, wat wij vroeger sociale werkplaatsen noemden. Ja, maar dat was dan wel geïnstitutionaliseerd. En wat ik aan jou interessant vind, dat je een nieuwe markt hebt gevonden en dus een bestaansrecht aan het creëren bent. Mm. Nou, als het bij jou kan, kan het ook in andere wijken. Dus ik vind de gedachte en de filosofie heel... Want jullie zijn best vrij vergaand geprofessionaliseerd al voor een wijkbedrijf, lijkt mij. Ja, dat weet ik niet. Kom maar eens kijken of je dat ik zie hier een vraag. Het lijkt een professionalisering. Dus. Oh ja, nou dat is het ergens natuurlijk ook wel. Ja. Je gaat van... Nou ja, we zijn van 4 mensen naar 15 mensen gegroeid. En dat gaat gepaard met groeipijn. En vervolgens moet je ook naar je processen kijken. Ik zei net al, ik ben niet per se een ondernemer. Dus ik had met mensen afspraken gemaakt die wellicht zakelijk niet zo heel handig waren. Ja. Nou, gelukkig had ik net op tijd iemand... in dienst genomen voordat die 15 kwamen, die daar wat meer kijk op had. Dus die dat voor mij goed ging stroomlijnen en zei, ja, maar als je het zo doet, dan moet je dit ook doen. En je moet gewoon vaste contracten afspraken maken en niet voor de een dit en voor de ander dat en voor de volgende zo. Ja. Mensen hebben ook nodig binnen welke randvoorwaarden ze mogen opereren. En als die randvoorwaarden altijd flexibel zijn, dan gaat het niet goed. Nee. Dat doet hier en daar pijn, maar dat is wel nodig. Dat is zeker een professionaliseringsslag. Zou het dan misschien ook zo zijn dat je wijkbedrijven of initiatieven die spelen, en dan kijk ik ook naar Groningen, dat je daar mogelijk een soort van coachingsysteem zou organiseren, juist voor die trekkers? Ja. Wat ik moeilijk vind, René, is dat... We hadden in het voorgesprek hadden ook al snel de discussie, wat nou is wijkbedrijf? En jij hebt een wijkbedrijf, dus je bent echt een wijkbedrijf. Carl had er een andere mening over. Dan zit je al snel in een soort ESCO-hoek, dat de stromen door een wijk heen gaan, die je moet centraliseren. Ik kom zelf eruit de school van vroeger dat je de eerste filmpjes had van het wijkbedrijf Bilgaard. Dat is voor mij een wijkbedrijf. Ja. Jij had weer een andere invulling. En dat had weer minder met energietransitie te maken. Mocht er andere zaken zijn. Ja. Dus wat is nou precies een wijkbedrijf en wat niet? En het gaat er niet om dat we hier nu heel lang discussie voeren over wat precies een wijkbedrijf is. Alleen, ik merk wel dat op heel veel verschillende manieren naar wordt gekeken. En de demarcatie is wel van de wijkbedrijven die echt in een wijk zitten en daar een soort ESCO-achtige constructies met elkaar verzinnen en dingen samen gaan inkopen. Dicht tegen de energiecoöperatie aan. Maar jouw initiatief is wel wezenlijk anders daarin. Ja. Ja. En ik vind wel, ik zeg niet dat er een soort gezamenlijk idioom is aan. We moeten wel nadenken over wat we nou een wijkbedrijf noemen en niet. Want anders is de discussie heel ingewikkeld. Ja, dat snap ik. Een energiecoöperatie is eerder mijn opdrachtgever dan dat het dan dat we hetzelfde doen, zeg maar. Dus zij willen bijvoorbeeld een zonnedak realiseren op een school. En dan nemen ze mij in de arm om te zeggen, wil je gaan samenwerken met de installateurs die wij hier de opdracht toegeven. En dan leveren wij dus, dan zijn wij de onderaannemer van die installateur. Ja, ik wil nog even terug ook naar die waarde die een wijkbedrijf oplevert. Want ik zie hier een paar vragen voorbij komen, juist over jouw impactmeting. Van wat is dat nou precies? Want die brengt die waarde van een wijkbedrijf in beeld. Wat een impactmeting precies is? Ja, precies. Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk samen met die wijkbedrijven hebben wij op een bepaald systeem hebben wij die impact gemeten. We hebben daarbij gekeken wie er allemaal investeren in het wijkbedrijf, welke activiteiten de wijkbedrijven daarop uitvoeren, welke effecten die activiteiten opleveren en wie vervolgens die effecten incasseren. Dus dat zijn de incasseerders. En daar zijn vervolgens, dat heeft mijn collega gedaan, allerlei berekeningen op losgelaten. Dus gekeken naar als er dan een effect is dat iemand bijvoorbeeld uitstroomt uit de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt. Hoe vaak komt dat dan voor? Hoeveel mensen wonen er in deze wijk? Dus wat voor percentage kunnen we hier aangeven? Ja. Nou, daar zit nogmaals hele berekening achter. En daar zijn vervolgens ook bedragen uitgekomen. En die zijn weer gebaseerd op een 2-jarige investering, zoals wij dat hebben gedaan in Groningen vanuit de regio-deal. In Groningen zijn die wijkbedrijven echt opgenomen in de regio-deal als middel om aan een aantal doelen te werken, waarmee wij een aantal wijken in Groningen-Noord richting een stedelijk gemiddelde wilden helpen. Ja, want als je dan kijkt, hè, want je geeft ze sowieso al iets meer tijdshorizon, zou dat ook zo'n professionaliseringsslag kunnen bevorderen, als je dat op een andere manier inricht? Want je hebt dan die 2 jaar, als ik jou goed begrijp.
Nou ja, dat ligt er dus heel erg aan hoe je dat als gemeente wilt invullen. Want wat ik José hoor zeggen, daar is de gemeente heel duidelijk een opdrachtgever. Wij zijn subsidieverstrekker. Maar welke rol de gemeente precies wil innemen richting zo'n initiatief in de wijk, ik denk dat dat eerst heel belangrijk is. Ja. Om daar als gemeente zijn te gaan kijken, ja, welke rol willen wij hebben? Ja. Want ja, je noemt nu de termen, hè, subsidie en opdracht. Is dat in het traject wat jullie met Wijkenergie Werkt doorlopen hebt, ben je ook begonnen met subsidies van de gemeente en vervolgens ga je naar opdracht. Hoe werkt dat dan? Ja, dus en, wij hebben... Kom je dan niet in een of andere grijze fase terecht waarbij zeker. Het niet helemaal duidelijk is? Ja, zeker. Ik heb in het begin een opstartsubsidie gekregen. Dat is een experimenteergeld. CityLab 010 heet dat. Daar kan je allerlei initiatieven op indienen. Dat was de allereerste subsidie. En vervolgens hebben wij vanuit de provincie Zuid-Holland nog daar een aanvullend bedrag op gekregen. Ter ondersteuning van lokale initiatieven in de energietransitie. En daar zijn we de eerste jaren mee opgestart en doorgekomen. Daar heb ik mijn eigen salaris van betaald en dat van de eerste mensen die in dienst kwamen. En ook eerlijk gezegd wat mensen van ingehuurd, omdat ik dat natuurlijk allemaal niet in mijn eentje kon gaan zitten doen. En vervolgens zijn we opdrachten gaan binnenhalen, maar dat begon mondjesmaat. Dus dan, je hebt ook een soort omslagpunt, hè? Dus die energieklussendienst, die had ik al, die bood ik al aan voordat dat zo'n groot iets werd. Maar ja, dan krijg je een opdrachtje voor 20 woningen. Ja, daar kan ik de hele boel niet voor, daar kan ik geen inkoop voor doen, daar kan ik de hele boel niet voor op gang brengen. Weet je, nee. Het blijft een bedrijf, ik blijf kosten houden, dus ik had een soort berekening gemaakt. Ik heb er minstens 150 nodig, 150 woningen, voordat ik kiet kan draaien. Ja. Nou ja, dan wordt het ineens een lastig gesprek, want 150 woningen keer, nou ja, €500, dan heb je toch ineens een aardig budget nodig. Ja, maar aanbestedingsgrenzen, lastig. Ja, als je dan kijkt, want ik zie hier van de vraag van kunnen woningbouwcorporaties geen continuïteit bieden, dan denk ik van nou, die hebben makkelijk 150 woningen waar dat soort activiteiten plaats. Ja. Is dat een partij waar jij mee in gesprek bent? Want jij werkt veel met woningbouwcorporaties, toch? Ja. Nee, die kunnen dat bieden. Of schieten ze dan onder jouw vogels? Nee, kijk, ze worden natuurlijk een beetje als aanjager van energie. Want ze benoemt alle energieakkoorden. Het is de vraag hoeveel ze die rol pakken. Dat willen we als verschillen per corporatie welke mogelijkheden ze zien. Het past wel heel goed bij ze. Ja. En in dat traject past het ook uitstekend. Nu zitten ze nog heel veel op tenderprocedures, ook als gemeente. Ze hebben ook inkoopbeleid, maar ze zijn niet aanbestedingsplichtig. Dus ze hebben daar meer vrijheid in. Ja. De vraag is of ze het kunnen en willen pakken. Binnen de kaders van de nieuwe woningwet mogen ze wel wat meer. Want ja. Heb jij contact met woningbouwcorporaties wat niet, dat betreft? Niet meer zo, in het begin wel. Maar daar merk je ook dat ook alle inkoopprocessen al dicht getimmerd zijn, zeg maar. Dus er liggen allemaal contracten, er liggen allemaal. Ja. En dan wordt er wel met je gesproken, maar dan over een stoepjesvegersrol. Ja. Ja, en die wil je niet. Ik snap wat je bedoelt, ja. Dus, en dat is oké, hè? Dus het is prima om die gesprekken te voeren, maar ze duren wel heel erg lang. Ik ben nu samen met Eneco en MVOI aan het praten over een rol in het aanleggen van het warmtenet in Bospolder Tussendijken. We zijn al anderhalf jaar aan het praten. Ja. En nu gaat het ervan komen, dus ik doe dat heel graag. Ik investeer daar heel graag in, omdat ik het heel fijn vind dat we daar aan tafel zitten en dat ze die beweging aan het maken zijn. Maar ergens doet het ook een beetje pijn. Ja. Ik bedoel, SOI, hoe lang bestaat dat al? Ja. Wat wel cruciaal is, hè, in het voorgesprek, wat ik nu realiseer, is dat wij beiden bestaan op het moment dat maatregelen worden uitgevoerd. Dan gaat ons voor die model pas werken. Precies. Die hele fase daarvoor niet. Nee. En er zijn op dit moment in de energietransitie goede en minder goede en hele minder goede en hele goede adviseurs aan het werk. Yeah. Waardoor die adviestrajecten vaak heel lang duren. Met name warmtenetdiscussies duren heel lang. Dus wij zijn steeds zorgvuldiger aan het afwegen waar we energie in steken. Ja. Omdat de periode, de tijd die mensen nemen om de juiste maatregelen te halen, is vaak gigantisch. Ja. Nou, daar zitten dus partijen als ons achterover, want die verdienen op dat moment niks. Dus daar moeten we zorgvuldig in zijn. Ja. Pas als ja. de maatregelen bekend zijn, kun je ze gaan uitvoeren en kan je verdienmodel gaan werken. Dus wij zijn ook voortdurend zijn wij bezig met systemen aan het bouwen die zo spoedig mogelijk die maatregelen bekend maken. Ja. Kijk, dan moeten ze worden gearticuleerd. Want op het moment dat je het bedacht, moeten ze wel komen. En daarin kunnen wijkbedrijven een hele belangrijke rol weer spelen. Ja. Ja, maar een soort onafhankelijke rol kunnen zijn. Dit is wel echt een heel waar punt. In de nou ja, 4 jaar dat we nu bestaan, hebben we bijvoorbeeld 4 zonnedaken gelegd. De eerste in 2020 en de andere 3 afgelopen najaar. Zo lang hebben we erover gedaan
om de volgende zonnedaken van een energiecoöperatie los te krijgen. Konden zij niks aan doen, maar dat is gewoon de tijd die ze ervoor nodig hebben in alle ontwikkelingen en in alle business cases en de SCE en weet ik wat allemaal, om hiertoe te komen. Maar vervolgens, als ik niet een ander werk had gehad, dan had mijn bedrijf niet meer bestaan. Nee, maar is dat ook niet een beetje waar je als startend bedrijf, wijkbedrijf ook tegenaan loopt? Dus je moet altijd geduld hebben. En op het moment dat je wat langer bestaat, overlapt dat geduld je opdrachten die lopen. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar René, wat ik belangrijk vind, als je een beginnend consultancybedrijf hebt, of neem een overmorgen, enorm gegroeid, verkocht aan Arcadis, weet je. Dus het hangt vanaf wat je verdienmodel is. Ja. Ik vind het belangrijk om af te pellen van wat is je verdienmodel, en dan kijken van, nou, zijn we gefocust op de uitvoering van de maatregelen, dus echt fysieke uitvoering van maatregelen, dan is het een waardevolle partner. Is de focus op energie of op meer op advies, dienstverlening? Ja. Ja. Dat is voor mij is dat contraproductief, heel hard gezegd. Dus is de sheet die jij hebt meegebracht, is die mogelijk verduidelijk hierin? Ja, kijk, er zitten een aantal fases in. Hè. Je gaat inventarisatie, analyse naar de volgende, uiteindelijk naar uitvoering. Dat is redelijk herkenbaar. Hè. Die hebben natuurlijk PHW-sites en zo zie je die ook. Niet iedereen wel bedacht. Hoe je daar als marktpartij naar kijkt, is dat we eigenlijk in die eerste fase bepalen van welke omzet is er in deze wijk. Nou, stel je voor een gemiddelde wijk aardgasvrij maken van 2000 woningen kost je 20 miljoen. Dan ga je de volgende fase, communicatie en participatie, wanneer valt die omzet dan? En daarna moet je systeem houden, systeem bouwen wat het ook uitvoert. Dus we kijken daar op een hele commerciële manier naar. Maar daarin passen wel sociale initiatieven passen daarin. Dus daar kun je op meedraaien, want we willen allebei die vraag eigenlijk articuleren. Wij kunnen heel snel bepalen wat er nodig is om een wijk aardgasvrij te maken. Voor iedere vastgoedeigenaar de wijk bepalen welke maatregelen dat zijn. En zorgen dat hij ze wilt en ze afneemt, is een vers 2. Ja. En dat is gevaarlijk, want dan werk je met wijkbedrijven samen en die wil je ook onafhankelijk houden. Want als marktbedrijf ben je gewoon gekleurd. Ja, dat snap ik. Wat wel meespeelt, en ik denk dat Floor zal dat herkennen en José zeker. Ik ben wel eens met collega's van jou, José, door de wijk gelopen in Bospolder, Tussendijken. Ja. En was fantastisch overigens. En iedereen kent die mensen, dus die groet ze, overal worden een praatje gemaakt. En daar zit natuurlijk wel een sterke meerwaarde van een wijkbedrijf. Ja. Die komen gemakkelijk binnen. Is dat ook iets wat jullie in die impact-analyse mee hebben genomen en wat belangrijk is voor... Ja, absoluut. Je ziet echt dat deze wijkbedrijven of maatschappelijke initiatieven, dat zij een groep bewoners bereiken die wij als gemeente zijn en niet bereiken. Ja. En inderdaad dat mensen elkaar kennen, dat mensen elkaar mee gaan nemen naar die wijkbedrijven toe, naar dat initiatief toe. Om weer mee te gaan doen, om een stap te zetten richting participatie, richting vrijwilligerswerk, soms zelfs richting uitstroom, richting betaald werk. En daar ben ik bij jou dus ook wel even benieuwd naar, José. Is dat ook een doel van jouw organisatie om deze mensen eigenlijk een soort van werkervaring te bieden en uiteindelijk uit te plaatsen bij anderen? Organisaties, dus een soort opstap te bieden? Ja. Of wil jij ze ook graag zelf in dienst houden? Nee, dat is het doel. Dus het doel gaat om arbeidskrachten op de energietransitie arbeidsmarkt te krijgen. Ja. Dat is het doel van de arbeidsfit organisatie. Te krijgen, ja. 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 En, maar dat doe ik wel alleen door ze klussen te laten doen in de energietransitie. Ja. Dus ik zou dit zelf nooit gaan doen in de zorg bijvoorbeeld of in een andere tak van sport. Het gaat mij er ook om dat het dagdagelijkse werk wat we doen ook bijdraagt aan de energietransitie. Ja. Ja. Nou, wat betreft die financiering en die continuïteit daarin. Als gemeente zijnde, wij zijn natuurlijk een politiek gestuurde organisatie. Dus we zijn daarin ook constant afhankelijk van het geld wat we krijgen vanuit het Rijk. Het geld wat op een bepaalde manier weer verdeeld wordt. Mm-hmm. En daar valt heel lastig continuïteit in aan te brengen. En ik begrijp ook dat dat heel lastig is. En wij zitten zelf ook met die struggle. Hoe gaan we dat doen? Ja, want als ik dan even kijk naar die impactmeting die je hebt gedaan. Hè, en ik heb het dan over die mensen waar ik mee door Bospolder, Tussendijk liep. En die overal die mensen kende. Wordt daar eigenlijk wel voldoende waarde aan toegekend? Want dat is natuurlijk een waarde die heel erg belangrijk is om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Om gewoon bij sommige mensen door de voordeur te komen, of over de drempel, of hoe je het ook zegt. Nou, wat wij echt zeggen is dat het een combinatie is van tellen en vertellen. Dus het is een combinatie van tellen hoeveel mensen komen er, hoeveel mensen maken bepaalde stappen. Maar we zullen ons ook moeten accepteren dat er altijd een maatschappelijke meerwaarde is die we niet kunnen tellen.
Ja. Dus die zullen we moeten vertellen in verhalen. Wat jij hier nu doet, iedereen kent elkaar. Het verhaal van Johanna die een bepaalde stappen zet en nu weer meer zingeving voelt in haar leven. Ja, hoe kun je zingeving of trots op je wijk, hoe kun je dat uitdrukken in euro's? Alleen het lastige is dat het wel van ons als gemeente wordt gevraagd in onze monitoring en onze verantwoording weer richting het Rijk als het gaat om hoe wij ons geld hebben besteed. Ja. En daarin zit een spanningsveld. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is ook een spanningsveld waar je dan tegenaan loopt, denk ik. Zeker, ja, zeker. Wij hebben nu, het is wel leuk om te vertellen, is dat Rotterdam heeft een RIX-platform, R-I-K-X. En daar kan je een project op indienen. En dan waarderen ze, dan valueren ze wat je sociale impact is. Dus dat wordt omgezet in euro's. Vraag me niet hoe ze dat doen, maar er zit een heel rekenmodel achter. Mm-hmm. Dus dan dien je een project in en dan zeg je, om het te kunnen draaien heb ik dit bedrag nodig. Nou, zij gaan dat helemaal bekijken en dan zeggen ze, maar we vinden dat als het lukt, dat dan de sociale winst zoveel is. Nou, voor dat bedrag komt dan het project op een website te staan. Daar kunnen bedrijven geld, dus dan kunnen ze hun SROI-opgave, dan kunnen ze hun geld daaraan besteden. Dat is, dat ligt vast dat dat mag. Overigens kunnen er ook particuliere geld aan geven. Het kan ook donaties, hè, dus gemeenten of overheidsinstanties mogen dat ook. En dan op een gegeven moment kom je bij dat omslagpunt en dan kan je een project beginnen. Alles wat je extra verdient, wat er extra in geïnvesteerd wordt, dat 75% daarvan moet weer ten goede komen aan het bedrijf. En de andere is de winst die je maakt. Dus dat is de winst op het project. Dat mag je zelf besteden. Mm-hmm. Dus dat is een manier om dit te kunnen doen. Of het werkt, weet ik nog niet. Want we staan er nog maar recent op. Ja. Dus allemaal riksen kopen nu. Ja, als je in Rotterdam woont, neem ik aan. Nou, dat hoeft niet. Volgens mij mag het ook als je in Deventer woont. Okay. Kijk, dat is op zich mooi, denk ik. Maar ik ben even vooral ook naar die waardes aan het kijken. Ik kan me voorstellen, als je een commercieel bedrijf hebt, is het en je moet met een wijk aan de slag. We lopen daar binnen aardgasvrije wijken en zo natuurlijk ook tegenaan. Probeer iedereen maar eens mee te krijgen. En daar zou zo'n wijkbedrijf zou dan mogelijk een rol in kunnen spelen. Maar dan kom je, en dat heb je daar straks eigenlijk al benoemd, op een ingewikkeld vlak. Hè? Je bent een commercieel bedrijf en je bent een wijkbedrijf die zijn onafhankelijkheid wil borgen. Hoe kun je dat doen? Nou, dat kan de gemeente een regisserende en faciliterende rol in spelen. Wij krijgen heel concreet, wij krijgen nu uitvragen. En dan hopen we ook van corporaties die hun huurwoning aangepakt willen zien, maar gemeenten die tegelijkertijd ook een aanbod naar particuliere woningen willen hebben, de particuliere woningeigenaren. Nou, de businessmodellen daarop uitlijnen, dat je ze corporatiebezit kunt verduurzamen en tegelijkertijd een soort prestatie opneemt ten aanzien van de aanbieding die de particulieren doet. Want die kun je eigenlijk alleen verleiden. Dus prestaties zijn dan voor 150 die aanbieden, doen er minimaal 25 mee, daar kun je afspraken over maken. Dat zijn de modellen waarmee we nu bezig zijn om dat verder vorm te geven. En we hopen ook dat de corporaties en de gemeentes daarin samenwerken. Want in de praktijk is het zo dat voor veel marktpartijen is het corporatievastgoed verduurzamen het zoet, zeg maar, en de particuliere aanbieden het zuur. Nou, dat moet je gaan combineren de komende jaren. En dat zie je bij steeds meer gemeentes en corporaties ook weer terugkomen in de prestatieafspraken. En daar proberen we ook steeds meer op te kunnen uitvoeren. Ja. Je noemt nu even prestatieafspraken. Zouden wijkbedrijven ook een plek moeten krijgen in die prestatieafspraken? Die met corporaties gemaakt worden, of is dat een te ingewikkelde vraag? Dat vind ik lastig om daar antwoord op te geven. Ja. Hoe die afspraken tussen corporaties en wijkbedrijven moeten worden gemaakt, ja, daar gaan wij als gemeente zijn. Nee, maar je zou als gemeente in je prestatieafspraken met corporaties misschien af kunnen spreken van, hey, misschien ja, dat, een rol dat, aan een dat zou je kunnen geven. Doen. Maar ja, dat is ook weer een soort een SROI-verplichting, zoals je dat dus zou kunnen invullen. Ja. Waar je een voorzetje voor kan geven. En ik denk zeker dat wijkbedrijven een rol kunnen hebben. Nou, jullie doen dat al. Om de SROI-verplichting van de gecontracteerde partners in de gemeente te kunnen vervullen. Ja. Dat zou zeker kunnen. Maar daarvoor is het ook wel weer belangrijk dat je die structuren en die samenwerking in die wijken goed kent. Zodat je goed weet, wat is hier allemaal? Dat je mensen met elkaar in verbinding kunt brengen. En daarin denk ik dat je als gemeente zijn een goede faciliterende rol op je kunt nemen. Ja. Ik denk dat het ook al wel gebeurt. Hè. Kijk, een goed gemeentekap, goede ambtenaren en goede mensen bij de corporatie, die weten ervan. En die willen dat ook zelf op borgen in de prestatieafspraken als ze daar kansen zien. Dus dat is, volgens mij gebeurt het ook al wel. Ja,
Ik wil ook even terug naar het begin, want we hebben Carla gevraagd om dat onderzoek te doen naar die wijkbedrijven. En nu wil ik eigenlijk, want Carla heeft mee zitten schrijven en mee zitten luisteren naar alles wat we hier gedaan hebben. Eigenlijk vanuit Carla, met in de achtergrond haar onderzoek. Even Carla te laten reflecteren op wat hier allemaal gepasseerd is. En ik kan me bijna niet voorstellen dat het woord wijkeconomie ergens voor gaat komen. Ja, nou het grappige wat ik vond is dat het gesprek voor een heel groot deel over geld ging. En kijk, waar we ook in zitten is in een soort overgang naar een nieuw tijdperk. Waarbij we op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken. Op dit moment vindt 40% van de Nederlanders van zijn eigen baan dat het een onzinbaan is. Hè? Dat is al een paar jaar geleden. Terwijl er heel veel werk gedaan moet worden waar geen handjes voor zijn. Dus een andere waardering van dat werk. En wat je eigenlijk ziet, wat een wijkbedrijf veel meer doet, veel dichter bij de mensen, het werk en de bedoeling centraal stellen. Dus als je het hebt over een zolder opruimen als eerste stap. Ja, dan kan je zeggen, ja, José zegt van ja, dat doe maar niet, dat kan. Hè? Dat je kiest als bedrijf van waar zet je op in. Maar als dat de belemmering is voordat oma Jansen haar zolder gaat isoleren, dan zou een wijkbedrijf daar toch een hele mooie rol in kunnen gaan spelen. Wat me verder heel erg opviel, ik vond dat Christian zei dat wel mooi, het gaat ook heel erg over belangen, anders gaan kijken naar belangen. Als ik mijn huis isoleer, is dat mijn eigen belang. Maar als mijn hele buurt het doet, dan wordt het eigenlijk al een gedeeld belang. En het is ook in het algemeen belang als je het in lijn legt met de bedoeling, namelijk een duurzame, energie-neutrale samenleving. Dus dat we ook anders moeten gaan kijken, denk ik, naar belangen. En veel meer, hoe zei je dat nou net zo, Christian? Concurrerend, maar congruent. En in congruent zou ik dan willen vertalen in lijn met de bedoeling, namelijk gezond, vitaal, duurzaam, met z'n allen. Verder, ja, ook dat financieren, dat hangt daar denk ik ook mee samen. Kijk, als je blijft denken vanuit geld en niet vanuit het werk dat gedaan moet worden, dan kom je er denk ik niet uit met z'n allen. Dus het werk centraal zetten en dat ook, zeg maar, de waarde, hè, dus het waarde van een netwerk wat je opbouwt in zo'n buurt, wat José heel duidelijk doet, dat is onschatbaar veel waard. Het is handig voor iedereen die iets kwijt wil in die wijk. Als je, hè, je kan namelijk via het wijkbedrijf, die kan een soort buffer vormen van, of een buffer, een soort kwaliteitskeur of zo. Van hey, dit is een goede aannemer. Ja. Of dit is een goed bedrijf wat zonnepanelen kan. En ergens herkennen we die waardes al wel. Hè? Er zijn een paar mensen ter wereld schathemeltje rijk geworden met het opzetten van netwerken. Dus waarom zou dat op wijkniveau niet kunnen, denk ik dan? Ja, ik zeg altijd maar massa is kassa, geldt ook voor de massa zelf. Verschrikkelijk programma trouwens. Ja. Eens. Maar het geldt ook voor de massa zelf, voor de mensen zelf, als ze zich weten te organiseren. Ja. En ik kan misschien nog, ja, dat is misschien de tijd tekort, maar dat ene plaatje wat ik net vergeten ben te laten zien. Dat je ziet als je de gemiddelde wijk van Nederland op basis van de huidige plafondprijzen kijkt wat die met 1000 huishoudens, zeg maar, samen inkopen aan energie per jaar. 2,7 miljoen. Stel nou dat je 10% daarvan kan ombuigen. Dan heb je €270.000 per jaar wat je kan gaan investeren in besparingsmaatregelen in eigen energievoorziening. Het zijn hele grote, het is echt massa is kassa, zeg maar. Dat wat je ook via wijkbedrijven die collectiviteit weer niet aan de markt gaat gunnen, maar gewoon in eigen zakken houdt, zeg maar, als buurt, waardoor die vitaliteit veel groter wordt. Nou, dat is, dat is eigenlijk. Ik zie Christian nog even schuiven op zijn stoel. Die wil vast iets zeggen. Nee, ik vind het een mooi plaatje. Het doet me een beetje denken aan de EPV zoals die ingevoerd is een paar jaar geleden. De energieprestatievergoeding in de corporatiesector. Het ombuigen van die energiestroom. Een hele mooie kans. Ja. Wat ook nog is, kijk, die 2,7 miljoen, dat zijn de plafondprijzen. Dus de maatschappelijke kosten zijn nog veel hoger. Want de energieprijzen die de overheid, zeg maar, bijbetaalt, die zijn nog veel hoger. Dus als je kijkt wat het maatschappelijk kost. En dat vraagt dus anders organiseren. Ja. En dat is, dus dan valt me op in de discussie ook. Als je moet eigenlijk misschien een niveautje uitzoomen om te kijken van of dieper gaan, wat de diepere problemen en oplossingen zijn. Wat daarbij wel heel belangrijk is om te blijven kijken naar wat in die wijk ook ontstaat. Ja. En we hebben het hier nu over een wijkbedrijf. En José gaf heel duidelijk aan, wij doen dat bewust niet. Een wijkbedrijf is een initiatief wat vanuit bewoners ontstaat. Ik zou niet als gemeente zijnde willen zeggen, goh, ga een wijkbedrijf oprichten om
energie te besparen. Want het moet vanuit die behoefte, vanuit zo'n wijk ontstaan. Dat is echt de basis. Ja, en vanuit die basis, vanuit die behoefte die die wijk heeft, moeten er opdrachten of klussen of werkgelegenheid ontstaan. Ja. Niet vanuit wat wij als gemeente zijn vinden dat er nodig is. Ja, wat wel interessant is, is dat we op het schaalniveau elkaar steeds meer gaan vinden. Ja. We krijgen straks bij het uitvoeringsplan een hele grote golf. Jij bent een prachtig wijkbedrijf en de energietransitie komt verder, waardoor ook ruimte is voor initiatieven zoals José, maar dat we allemaal naar hetzelfde schaalniveau van de wijk toe gaan. En daar ligt de kans. Nou, je merkt hieraan dat het gesprek over het wijkbedrijf eigenlijk nog lang niet afgelopen is. Toch is het uur wat wij hadden voor het webinar is voorbij. Ik wil iedereen aan tafel en die aan tafel heeft gezeten heel erg bedanken voor de aanwezigheid hier en voor de luisteraars en kijkers. Bedankt voor het kijken. Een en ander wordt ook later weer gedeeld op onze website. Dat is www.nplw.nl. Daar zal het webinar op termijn terug te zien zijn. We moeten het nog even ondertitelen, zodat iedereen ook mee kan genieten van het webinar. En dan wil ik iedereen bedanken voor de aandacht. Dank u wel.